We gaan naar Oslo, naar de EVS 35 en we hebben daar het Holland Paviljoen. En we gaan zo eens even naar binnen kijken wie daar allemaal aanwezig zijn en wat daar allemaal gaat gebeuren. Let's take a look. Wat ga je doen in Oslo? De industrie vertegenwoordigen, dat is het hoofddoel. En dan vooral de nieuwste batterijtechnologie van celontwikkeling tot en met recycling. Laten zien wat wij in Nederland in staat zijn een laadinfrastructuur te doen. Wij hebben de laatste 6, 7 jaar in Nederland zoveel tools ontwikkeld. Ja, die willen wij beschikbaar stellen ook buiten Nederland. De kleine oplossingen. Klein kan prima in de binnenstad. Ik ga me bezighouden met heavy duty. We hebben vooral veel allianties nodig met andere landen. Ik ga naar Oslo, want ik werk aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. En dat is eigenlijk ook een prachtig voorbeeld voor andere landen. Samenwerking tussen gemeenten, rijk, provincies, maar ook marktpartijen. Ja, we hebben een prachtige samenwerking. Niet alleen vanuit de gemeentes, maar ook vanuit de regio's op het gebied van het ondersteunen van bedrijven. En dat doen we al vele jaren. Niet alleen trouwens met Rotterdam en Amsterdam, maar ook het oosten van het land, Brainport, heel Nederland. Volgens mij gebeurt er ook wat in Rotterdam. Wat doen jullie allemaal daar? We hebben een programma voor nul-emissie mobiliteit. Een programma waarbij we voor alle soorten voertuigen willen dat die aan de stekker kan. Van gewone auto's tot en met cruise ships. De cruise ships en alles ertussenin. Een van de dingen die we natuurlijk kennen is die elektrische bussen. Hoe gaat dat daarmee in Nederland? Ja, dat is hartstikke goed. Al 25% van onze bussen zijn elektrisch. Wow, dat is veel. Vandaag de dag verkopen we eigenlijk alleen nog maar elektrische bussen. En dan heb ik het natuurlijk over de stadsbussen. Wat ga jij doen in Oslo? Wij zijn een onafhankelijke expertisepartij. Komen in ieder geval brengen ervaring die we opgedaan hebben uit allerlei onderzoeks- en demonstratieprojecten die we hebben gedaan. Waarom doe je mee met het Holland Paviljoen in Oslo? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Moet je aan meedoen. RVO doet de hele organisatie van het Holland Paviljoen. Dus de partijen bij elkaar brengen, de bedrijven die gaan, het programma faciliteren. Zorgen dat iedereen op de juiste plek komt. En dat bedrijven ook in contact komen met potentiële klanten of potentiële andere bedrijven. We hebben de stand als huiskamer. En we hebben dit jaar voor het eerst een Dutch Room. En in die Dutch Room gaan we heel inhoudelijk brainstormen met onze eigen partijen die we allemaal bij ons hebben. Ja. Maar ook internationaal. Dus we nodigen daar ook hele interessante partners uit. Wat is er zo interessant aan deze beurs? Ja, het is gewoon bizar dat er zoveel kennis zit en dat mensen ook met kennis daar echt over praten. En dan kun je met z'n allen iets bouwen en iets maken. En iets nieuws leren. Wat ik vooral hoop is dat ik heel veel andere mensen die vanuit andere landen in de beleidsafdeling aan het werk zijn. Ja. Dat wij kennis kunnen uitwisselen over wat doen wij in Nederland, waarom werkt die Nederlandse aanpak nou goed en lopen we helemaal voorop. En wat kunnen wij leren van andere landen als het gaat om verschillende uitdagingen die daar ook spelen. Zeker in deze transities en deze grote innovaties is het belangrijk om samen te werken. Wat ga je zelf doen in EVS 35 in Oslo? Nou, onze rol als ontwikkelingsmaatschappij heeft veel te maken met juist bedrijven uit de regio. En in dit geval ook in Nederland een podium geven. En hun kennen en kunde kunnen laten zien eigenlijk aan de wereld daar. We gaan daar naartoe om uiteraard onze bestaande klanten daar te ontmoeten. En dit is toch een evenement waar mensen vanuit heel Europa komen. Iedereen komt er? Iedereen komt daar. Uiteraard nieuwe relaties opdoen. Er gebeurt zoveel in Oslo, er zijn zoveel nieuwtjes. En we vinden het leuk om dat te laten weten aan de EV-rijder in Nederland. Dus we hebben iets bedacht, we gaan een studio Oslo doen. Zodat we elke dag het hotnieuws uit Oslo via YouTube en allerlei kanalen naar de EV-rijder kunnen brengen. We zijn als FAIR ook een van de initiatiefnemers van de Global EV Alliance. Dat zijn allemaal associaties uit verschillende landen. Inmiddels 50 associaties uit 31 landen. En die zijn er ook, heel veel landen zijn er ook. We are quite impressed by the Netherlands in many ways. I think especially when it comes to how you have organized charging. With a national roaming system. But also I think another thing that we have started learning is how you have always been very good at thinking commercially about the possibilities within electric mobility. Oké, het is helemaal duidelijk. We hebben ongelooflijk veel bedrijven, 30 stuks en 70 man die als een oranje golf naar Oslo gaan. Wij gaan al het nieuws verzamelen voor jullie. We gaan echt zorgen, ook al ga je niet mee, dat je alles weet wat de nieuwigheden zijn die er in de wereld van EV gebeuren. En wij komen met hele leuke programma's. En je zult eigenlijk het gevoel hebben dat je er gewoon bij bent. Dus ga lekker mee naar Oslo.